Irene Moors krijgt op nationale televisie kritiek van Evert Santegoeds... die duidelijk niet zit te wachten op haar comeback. Hij noemt de spotjes waarin ze verschijnt strontvervelend. Na het succesvolle duo met Carlo Bossart kwam Irene Moors in 2016 tot een einde van haar tv-carrière. In de afgelopen acht jaar heeft Carlo zich ontwikkeld tot een A-ster, terwijl Irene voornamelijk gevraagd wordt voor snabbels. Onlangs was ze te zien bij beeld en geluid. Waar Evert Santegoets zijn ongenoegen uitte over haar spotjes voor de vriendenlotterij, die hij strontvervelend noemde. Erme Len opperde tijdens het programma dat ze Irene en Henny Huisman mist en zich afvroeg of Irene niet weer terug kon komen met iets nieuws. Evert Santegoets was echter niet enthousiast en uitte zijn afkeuring over Irene's reclamespotjes voor de loterij. Hij beschouwt ze als irritant en niet leuk. Bart Ettekoven, een showkenner, Benadrukte dat Irene na een aantal onsuccesvolle soloprogramma's weinig anders te doen lijkt te hebben dan deze spotjes. Toch sluit Irene een nieuw seizoen van de zondagshow met Carlo niet uit. Erre denkt dat er nog steeds markt is voor Carlo en Irene, en William Rutte merkt op dat alles uiteindelijk terugkomt en mensen het mogelijk leuk zouden vinden uit nostalgie.